Het is 1 uur. Dit is Het Journaal met Martien Tangen. Goedemiddag, iets na 1 uur. Het is opnieuw bijzonder warm en dan zoeken de mensen massaal verkoeling. De verleiding is groot om te gaan zwemmen. In zee, in vijvers, in plassen en ook op plaatsen waar het eigenlijk niet mag. Een vrouw is vanmorgen in de problemen geraakt terwijl ze aan het zwemmen was in de Ekerse Putten bij Antwerpen. Een voorbijganger merkte haar op en riep meteen de hulpdiensten op. De 37-jarige vrouw uit Ekeren werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze was op geen enkel moment in levensgevaar. De mensen weten dat je er niet mag zwemmen, maar sommigen doen het toch. Het is eigenlijk niet toegelaten, maar ja. Ik vind het vooral van de mensen van, ja, je krijgt hier een hartaanval omdat dat de temperatuurverschil altijd enorm is. Maar uiteindelijk, het is gewoon van de praatjes van de mensen dat je niet meer mag zwemmen uiteindelijk. Dus. Je voelt zich wel veilig? Tuurlijk, tuurlijk. Ik zwem hier al van dat ik 5 jaar ben. Dus zo, al 20 jaar dus. Die duikers duiken hier, dus een plonsje hier, dat zou wel geen kwaad kunnen. Dat gaan ze mij niet ver in een bek steken, denk ik. Doet de politie controle? Hebt u dat al gezien? Nog nooit gezien hier, dus zolang dat ik kan, blijven doen. Het is niet de eerste keer dat zwemmers en duikers in de Ekerse Putten in moeilijkheden komen. Dat zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie. In het recente verleden hebben we daar een aantal fatale ongevallen gehad. Dat heeft ook te maken met de specifieke situatie van die putten. Dus die zijn heel grote diepteverschillen. Wat ook maakt dat de temperatuurverschillen van het water zeer groot zijn. En dat geeft aan het lichaam een schok die je soms in problemen brengt. Dus vandaar dat we daar echt op hameren dat het zeer gevaarlijk is om daar te zwemmen. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om in deze temperaturen te gaan zwemmen. Sommige mensen kiezen daar een willekeurige waterplas voor uit. En dat is geen goed idee, want wild zwemmen is niet zonder gevaar. Het is iets na 11 en al 30 graden. Tijd voor een frisse duik dus, maar niet eenderwaar. Het is niet veilig om te gaan zwemmen in waterlopen, omdat je daar soms voorwerpen hebt die op de bodem liggen, stukken glas of ijzer. Het kan ook een stuk minder diep zijn dan je verwacht. Hè. Kinderen kunnen erin gaan duiken en zich dan bezeren. Er kunnen ook stuwen zijn, er kan ook meer of minder stroming zitten op het water. En langs bevaarbare waterlopen, zoals hier langs de Dender, kunnen er ook schepen langskomen en ook dat kan heel gevaarlijk zijn. Mevrouw met de rode bikini. Gelieve iets verder op een dijk te zonnen en uit het water te komen. Ja, mevrouw, ik heb het tegen u. Elke zomer weer gaat de politie op zoek naar wildzwemmers zoals hier op de Schelde in Antwerpen. Wie betrapt wordt, krijgt een boete. Maar er is nog een belangrijke reden om niet zomaar in de vrije natuur te zwemmen. De waterkwaliteit. Bij heel mooi weer zien we dat het zuurstofgehalte in het water daalt en dan gaat de waterkwaliteit vrij snel achteruit, ook al omdat er dan minder stroming zit op het water. Er zijn ook vogels die soms hun uitwerpselen die op het water terechtkomen, waardoor die waterkwaliteit uiteraard achteruit gaat. We zien dat zich dan soms ook cyanobacteriën gaan ontwikkelen die voor heel wat gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Dus ik zou zeker niet aanraden om zomaar in water lopen waar de zwemwaterkwaliteit niet wordt gemeten te gaan zwemmen. Kiezen voor een erkende zwemzone is dus de boodschap. Tussen juni en september wordt de waterkwaliteit van 42 kustzones en 44 zwemvijvers in het binnenland wekelijks gecontroleerd. Op onze website kwaliteitzwemwater.be vind je alle plaatsen terug waar je op een veilige manier kan gaan zwemmen, zowel in het binnenland als aan de kust. En op die plaatsen is er ook bewaking en kan je ook op een veilige manier gaan zwemmen. Dus wij adviseren iedereen om daar te gaan zwemmen. Het Verenigd Koninkrijk doet afstand van het Europese voorzitterschap in de tweede helft van volgend jaar. Dat heeft de Britse regering beslist omdat ze het te druk zal hebben met de onderhandelingen over de uitstap uit de Europese Unie. Elk half jaar gaat het voorzitterschap naar een andere lidstaat en nu is dat Slowakije. Minister van Buitenlandse Zaken Reinders bevestigt dat België kandidaat is om het Verenigd Koninkrijk te vervangen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Donald Tusk staan alvast positief tegenover een eventueel Belgisch voorzitterschap. In het Justus Lipsius-gebouw in Brussel zijn op dit moment diplomaten van de nog altijd 28 lidstaten daarover bijeen. En daar is Rob Herbout. Dag Rob, is er al een beslissing genomen over het voorzitterschap van volgend jaar?
Bij mijn weten nog niet. Is de vergadering nog altijd aan de gang. Het is ook niet zeker dat er vandaag een beslissing genomen kan worden. Het zit zo. Normaal had men voorgesteld aan Estland om Groot-Brittannië te vervangen als voorzitter. Estland zou normaal na Groot-Brittannië voorzitter worden en zou dus een plaatsje opschuiven. Maar de Estse premier heeft aan minister van Buitenlandse Zaken Reinders gevraagd: wil België dat niet doen in onze plaats? Wij zijn nog niet klaar. En minister Reinders wou dat wel doen. Maar ik hoor nu het laatste nieuws dat het toch Estland zou worden. Maar of vandaag die beslissing zou vallen, dat weten we nog niet. Is dat eigenlijk belangrijk, zo'n voorzitterschap? Wat houdt het precies in? Wel, het betekent concreet dat ministers van het land dat voorzitter is, vergaderingen hier in Brussel en in eigen land met andere Europese collega's moeten leiden en ook een beetje invloed hebben op de agenda. Beslissen welk dossier prioriteit krijgt en welk niet. En het zou gek zijn dat een land als Groot-Brittannië dat eruit wil stappen, dat dat zulke macht zou krijgen. Het is natuurlijk ook een manier om jezelf als land een beetje in de kijker te zetten. Dat doen de Slovaken nu bijvoorbeeld. Zij zijn nu voorzitter. En je ziet hier bijvoorbeeld een zeer futuristische auto die ook tegelijk kan vliegen. Een autovliegtuig dat ontworpen is door een Slovaaks bedrijf. En zo staan hier nog andere uitvindingen van Slovaakse bedrijven waarmee ze hun land in de kijker proberen te zetten voor heel Europa. Dankjewel, Rob Heerbout. Buitenlandse werknemers moeten hier onder dezelfde voorwaarden en voor hetzelfde loon werken als Belgen. Dat is wat Europees Commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thijssen wil en ze weigert haar voorstel in te trekken of aan te passen. Parlementen uit 10 Oost-Europese landen hadden om een wijziging gevraagd, maar Marianne Thijssen legt die vraag naast zich neer. Alleen al in de bouwsector bij ons werken naar schatting 100.000 buitenlandse werknemers. Meestal gaat het om Oost-Europeanen, Polen bijvoorbeeld. Die werken dan voor een Pools bedrijf dat hier met zijn eigen personeel huizen komt bouwen of verbouwen in opdracht van een Belgische aannemer. Dat systeem heet detachering. Volgens een Europese wet uit 1996 moeten gedetacheerde werknemers in een ander land alleen het minimumloon van dat land krijgen, waardoor ze goedkoper zijn dan de lokale werknemers. Europees commissaris Thijssen stelde voor om die wet te veranderen. In plaats van alleen het minimumloon zouden buitenlandse werknemers evenveel moeten verdienen als de werknemers van het land waar ze gaan werken. De nationale parlementen van 10 Oost-Europese landen en Denemarken trokken een zogenaamde gele kaart tegen dit voorstel. Ze vonden dat de Europese Commissie haar boekje te buiten ging en eiste de intrekking of aanpassing. Maar de Europese Commissie legt nu dat protest naast zich neer. Het is een voorstel dat rechtvaardigheid bevordert. Wat wij willen is dat mensen zien dat het vrij verkeer van personen en ook de gedetacheerde werknemers, de manier waarop ze behandeld worden, dat op een rechtvaardige manier gebeurt, dat we een rechtvaardige interne markt hebben waarin iedereen het vertrouwen kan bewaren. En daarom vinden we het maar juist en normaal dat werknemers die gedetacheerd worden vanuit één land naar het andere, dat die aan dezelfde verplichte loonregels onderworpen zijn als de lokale werknemers. Veel West-Europese landen steunen Thijssen. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding De Bakker is blij dat het voorstel niet wordt ingetrokken. Als u om 1 uur al bij ons was voor uw vertrouwde journaal, dan hebt u de toespraak van de koning kunnen horen aan de vooravond van de Nationale Feestdag. Twee onderwerpen staan centraal in de toespraak. Het verdriet van België na de aanslagen van 22 maart en de onrust binnen de Europese Unie na de keuze van de Britten om eruit te stappen. Koning Filip somt ook de troeven op die ons door de onzekere en onveilige tijden moeten loodsen. En hij roept op tot vertrouwen. Sinds het begin van het jaar hebben we samen zware beproevingen doorstaan. Aan de aanslagen die ons zo hard hebben getroffen, houden we een gevoel van onveiligheid over. Daarbovenop komt de onrust binnen de Europese Unie als gevolg van het Britse referendum. Het is geen vrolijke boodschap die de koning brengt, maar hij benadrukt dat we er samen voor staan, niet alleen. En hij waarschuwt voor valkuilen. We moeten voorkomen dat valse profeten die stevast inspelen op emoties, munt slaan uit deze breuklijnen en kwetsbaarheden. Zij wijzen makkelijke zondebokken aan en maken zo de kloof tussen religies, volkeren en uiteindelijk tussen ons allen alleen maar dieper.
Eenheid, jongeren die zich engageren en moed. Die troeven zullen ons redden. Met kerst sprak hier nog alleen de jongeren aan, nu iedereen. Moed brengt een innerlijke kracht naar buiten die uitstijgt boven het comfort van defaitisme. De koningin en ik hebben dat onlangs nog na de aanslagen van 22 maart mogen ondervinden. U heeft die beproevingen met een oneindige waardigheid doorstaan. Het Europese project heeft eenzelfde elan nodig. Door de nakende Brexit wordt de koning ook politiek. Wat kan? De toespraak is gedekt door de regering. Philippe is duidelijk voor meer Europa, getuige ook de vlag achter hem. Het is geen toeval dat de meeste voorstanders voor het behoud van Groot-Brittannië in de Europese Unie bij de jongeren te vinden waren. Laten we onze krachten bundelen in België en in Europa. Laten we vertrouwen hebben in de toekomst. De koningin en ik wensen u een mooie nationale feestdag. Regeringspartijen N-VA en Open VLD zijn niet te spreken over de wetsontwerpen van minister Van Werck Chris Peeters van CD&V om de 38-urige werkweek flexibeler te maken. Ze vinden dat hun coalitiegenoot zoveel regels inbouwt dat er van flexibilisering geen sprake meer is. Minister Peeters noemt de kritiek voorbarig en overdreven. Er is nog veel werk aan. Er is nog veel werk aan de wetsontwerpen van Chris Peeters over de flexibelere 38-urenweek, vinden N-VA en Open VLD. De coalitiepartners zijn erg teleurgesteld. De flexibiliteit gaat niet ver genoeg, vinden ze. Werkgevers zullen bijvoorbeeld nog altijd overuren moeten uitbetalen als een werknemer meer dan 40 uur in een week werkt. Je moet zaken in wetten uitschrijven. En ik denk dat we dat toch nog eens goed moeten doorpraten. En ik denk als we niet durven ambitieus genoeg te zijn, ja, dan dreigt het een maat voor niks te zijn. En daar ga ik geen energie in steken. Maar waarom zijn deze wetsontwerpen niet ambitieus? Oh, hebt u een half uur om dat te bespreken? Ja, dat gaat over heel veel. Nee, dat hebt u niet, denk ik. Dit wetsontwerp is zodanig complex. Er is een heel administratieve papierenmolen die een werknemer moet doorstaan. Dat ik denk dat het gewoon niet gebruikt zal worden. En bovendien is het zodanig duur. Want in dit voorstel wil Chris Peeters dat de overuren die geen overuren zijn, maar wel een inhaal van de week dat ze minder werken, wil Chris Peeters betaald hebben als overuren. Terwijl dat wij zeggen, ja, maar het zijn geen overuren, het is gewoon een compensatie van de week dat je, in een week dat je minder werkt. Chris Peeters noemt alle reacties voorbarig. Het ontwerp moet eerst nog naar de sociale partners, zegt hij. Wij gaan de 38 uren op jaarbasis berekenen, zeker in sectoren waar er geen akkoorden over zijn. Dus rustig de zaken bekijken. We hebben de sociale partners gevraagd om een reactie. Daar moeten we naar uitkijken. En geen overhaaste, te straffe uitspraken doen, dat brengt de zaak niet vooruit. De Fietsersbond wil een grondig onderzoek naar de oorzaak van de vele ongelukken met fietsers in ons land. Volgens de nieuwste cijfers zijn vorig jaar 732 mensen omgekomen in het verkeer, evenveel als het jaar voordien. En het is het tweede jaar op rij dat het aantal verkeersdoden niet daalt. 1 op de 3 doden was een fietser of een bromfietser. En dat is een forse stijging. Vorig jaar kwamen 83 fietsers om in het verkeer. In 2015 waren het er 76. Dus wij vragen al jaren aan de overheid om een diepgaander onderzoek te voeren naar de exacte oorzaken van al die fietsongevallen. Wij missen momenteel, maar we zijn niet de enigen die het zeggen, wij missen momenteel gedetailleerde informatie over de context van die ongevallen, over waar ze plaatsvinden. Gaat het over een elektrische fiets? Gaat het over een normale fiets? Die ongevallen zijn niet dezelfde. Misschien zijn er zwarte punten die beter naar boven kunnen komen als we een gedetailleerd onderzoek kunnen voeren. De federale regering heeft Georgië en Albanië opgenomen in de lijst met veilige landen. Wie afkomstig is uit een van die twee landen, maakt heel weinig kans om erkend te worden als asielzoeker. De laatste tijd was er een stijging merkbaar van het aantal asielzoekers uit met name Albanië. For my father, impossible is just the starting point. That's how he approaches business projects. That's how he approaches life. Whether it's teaching his granddaughter how to swing a golf club, or tackling the toughest negotiations. He's always fully committed.
Het is nu helemaal zeker. De Amerikaanse miljardair Donald Trump is de kandidaat van de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen in november. Op de conventie van zijn partij in Cleveland kreeg hij de steun van de meerderheid van de afgevaardigden. Morgenavond zal Trump zijn nominatie officieel aanvaarden. Een verslag van onze man in Cleveland, Tom van de Wegen. Het lijkt wat op een Eurovisie Songfestival, maar dan in Amerika. Op deze manier nomineren de Republikeinen hun kandidaat officieel voor het presidentschap. Oh, the party is very strong, very united on this. As you can see, as all the votes were cast, they were cast for one candidate. We worked together. There were some bumps in the road earlier in this race, but as we finish this race, we come united as the United States of America. We want Trump! We want Trump! Ja, dit is officieel het moment waarop Donald Trump verkozen wordt. Elke staat brengt alfabetisch zijn stem uit, zoals die ook tijdens de voorverkiezingen is uitgebracht. Maar er zijn natuurlijk ook staten die niet voor Donald Trump hebben gestemd. Staten zoals Colorado, Alaska of de hoofdstad Washington DC sputteren nog even tegen, maar moeten zich uiteindelijk neerleggen bij de meerderheid. There comes a point where you know that the choices between two people, between Donald Trump and Hillary Clinton, our delegation knows that. So what they decided was, we've got to start backing the choice that we have to make, that we want to make, is Donald Trump. So why walk out? We need to be here and start unifying and get things done. Donald J. Trump has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States. Ja, het is dus gebeurd. Donald Trump is officieel de Republikeinse presidentskandidaat. Trump zou Trump niet zijn als hij meteen erna de massa niet zou bedanken vanuit zijn Trump Tower in New York. Have a fantastic evening. I'll see you tomorrow night. I'll see you on Thursday night. And we will win in November. Thank you. Niets dan lof was er voor Donald Trump op de conventie. Republikeinse presidentskandidaten die het tegen hem moesten afleggen, de voorzitter van de Vereniging voor het Recht om Wapens te Dragen, zijn eigen kinderen, ze zijn het er allemaal over eens. Donald Trump is de man die Hillary Clinton zal verslaan. Hij wordt de volgende president van de Verenigde Staten. De kinderen van Donald Trump gingen uiteraard de persoonlijke toer op. Zoals Trump hen opvoedde, zo zal straks het land geleid worden. He draws out the talent and drive in people so that they can achieve their full potential. That's a great quality to have in a father, and better yet, in the President of the United States. I know that when people tell him it can't be done, that guarantees that he gets it done. I know that when someone tells him that something is impossible, that's what triggers him into action. Niet echt een geruststelling voor toekomstige adviseurs mocht Trump president worden. Uiteraard is ook de zogenaamde wapenlobby voor Trump, want daar weten ze dat ze van Hillary Clinton niks te verwachten hebben. The 5 million men and women of the NRA will fight without apology for your right to protect your life. But we are on the cusp. We are on the cusp of losing this great American freedom and with it this great nation. The only way we save it is by electing Donald Trump the next president of the United States. En uiteraard krijgt Hillary Clinton ook nog de volle laag. So I'm going to ask you this. Hillary Clinton, as a failure for ruining Libya and creating a nest for terrorist activity by ISIS, answer me now, is she guilty or not guilty? In Turkije zijn nu al 50.000 mensen op non-actief gezet, ontslagen of gevangen genomen na de mislukte staatsgreep van vrijdagavond. Eerst richtte het regime zijn pijlen op militairen en rechters. Nu komen ook onderwijzers, universiteitsdekanen en verschillende media in het vizier. En academici mogen voorlopig niet meer naar het buitenland reizen. Dat heeft de Turkse staatszender laten weten. Gisteren zijn alweer rechters en aanklagers opgepakt door heel Turkije.
Er komt voorlopig geen einde aan de zogenaamde zuiveringsactie. Zowat 50.000 mensen zijn geschorst, ontslagen of opgesloten. Meer dan 15.000 mensen binnen het onderwijs, 1.500 universiteitsdecanen, bijna 9.000 bij Binnenlandse Zaken en 1.500 bij Financiën. Ook binnen andere overheidsinstellingen, zelfs op het kabinet van de premier. Bij radio en tv zijn 24 licenties ingetrokken en dat alles komt na het verwijderen van duizenden militairen, agenten en rechters. Dat nu zoveel onderwijspersoneel geviseerd wordt, baart studenten aan de Universiteit van Istanbul zorgen. This government don't want to listen to the others. Only look this way. Just I know the good one. I'm the better, I'm the best. And it shouldn't be like this. That's all. Volgens de overheid worden al die tienduizenden verdacht van linken met de Gulen-beweging die verantwoordelijk wordt geacht voor de poging tot staatsgreep. De leider zelf, Fethullah Gulen, moet door de Verenigde Staten uitgeleverd worden aan Turkije, vindt de overheid. Bewijzen van zijn schuld zijn nu nog niet nodig, zo klinkt het. It shouldn't be difficult for the US authorities to extradite him to Turkey for trial, because first he can easily be extradited on suspicions of ground. Because we are not the court here. The court will decide, you know, which evidence, you know, will be valid and acceptable. Secondly, Gulen is not even a US citizen. You know, why should the US bother? Fethullah Gulen zelf vraagt aan de VS om hem niet uit te leveren. De Turkse president Erdogan is weer in de hoofdstad Ankara en dat voor het eerst sinds de gefaalde coup-poging. Hij had er een ontmoeting met de premier van Georgië. De klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft bijna 300.000 e-mails gepubliceerd van de Turkse AK-partij. De partij is dat van president Erdogan. In Turkije zelf is de website van Wikileaks geblokkeerd en kunnen de mails dus niet gelezen worden. Het gaat om het mailverkeer van de voorbije 6 jaar. Wikileaks heeft de mails vorige week te pakken gekregen, nog voor de poging tot staatsgreep. Het was de bedoeling om ze later te publiceren, maar gezien de actualiteit is dat dus vroeger gebeurd. Wat er precies in de mails staat, is op dit moment nog niet duidelijk. In het Afrikaanse land Zuid-Soedan is er waarschijnlijk opnieuw een uitbraak van cholera vastgesteld. Een laboratoriumtest zal uitsluitsel moeten geven. In de hoofdstad Juba zijn er al enkele tientallen verdachte besmettingen en er zijn zeker 6 doden gevallen. De gebrekkige hygiënische omstandigheden in de stad en in de vluchtelingenkampen maken de kans op besmetting groter. Zeker nu er opnieuw gevechten uitgebroken zijn en duizenden mensen op de vlucht geslagen zijn. Het land begon net te herstellen van een burgeroorlog die meer dan 2 jaar geduurd heeft. In eigen land zullen we ons van de voorbije maand juni vooral de regen herinneren. Maar wereldwijd was het de warmste junimaand ooit. De gemiddelde temperatuur op aarde was 16,4 graden. Dat is 2/10 meer dan in juni vorig jaar. En ook dat was een record. 2015 was trouwens het warmste jaar ooit. We hebben 2 oorzaken. Enerzijds is er El Niño, dat is een natuurlijk effect, zeestromingen die tijdelijk wijzigen. Maar die El Niño die is nu voorbij en toch zien we dat de temperaturen voor de aarde nog altijd recordhoog zijn. 2015, warmste ooit in de aarde. 2016, eerste helft, recordwarm. En dat is natuurlijk het menselijke broeikaseffect dat heel zeker meespeelt. Straks nemen we u mee naar zee, naar de Haan meer bepaald. Onze ploeg ging er op zoek naar kinderen die bloemen maken. Al bijna 100 jaar kleuren de papieren bloemen in de zomer de Belgische stranden. En er wordt hard gewerkt om de traditie te bewaren. Dag Katrien, het dopingrapport over Rusland, dat blijft het nieuws beheersen. Inderdaad, Martien. De Russische minister van Sport, Vitaly Mutko, haalt uit naar het Wereld Antidopingagentschap WADA. Eergisteren publiceerde het WADA een vernietigend rapport over een dopingnetwerk in Rusland dat gesteund wordt door de staat. Mutko reageert voor het eerst. Het rapport zegt dat hij een systeem dirigeerde en controleerde waarbij dopingresultaten gemanipuleerd werden. Zo werden urinestalen in het labo door geheimagenten verwisseld. Het Internationaal Olympisch Comité onderzoekt of het Rusland kan weren van de Spelen in Rio. Mutko noemt de manier van handelen van het WADA onaanvaardbaar.
Оно диктует правила, оно расширяет списки, оно вводит в списки запрещенных препаратов бесконечное количество препаратов. Оно не заботится сегодня ни о спортсменах, ни их здоровье. Им это на все наплевать просто. И оно сегодня все время становится такой карательной организацией. Каждый спортсмен должен передвижения свои посуточно, поминутно рассказывать. Но самое главное даже не в этом. Даже проводя такие расследования, которые они делают, они не досужатся просто выслушать сторону обвинения. Это, конечно, совершенно недопустимо. Het WADA heeft een uitsluiting gevraagd van alle Russische sporters van de komende Olympische Spelen. Op 16 dagen voor de start van die Spelen in Rio onderzoekt het Internationaal Olympisch Comité of een collectieve schorsing juridisch mogelijk is. De Belgische dopingjager Peter van Eenoo hoopt alvast dat die er niet komt, zei hij gisteravond in Ter Zake. Peter van Eenoo zat op de eerste rij toen de dopingcontroles op de Olympische Winterspelen plaatsvonden in Sochi. Hij hield er toezicht op die controles, maar werd dus om de tuin geleid. Rusland gaat nu in het verweer en trekt het rapport van McLaren in twijfel. Maar de bewijslast is er, zegt van Eenoo. De gegevens zijn er. Het is niet één persoon die ze beschuldigt. Het zijn een aantal personen. En de beschuldigingen zijn ook materieel bewezen. Er zijn effectief stalen waarvan men kan aanduiden. Hier is mee gesjoemeld. Hier heeft men aan zitten prutsen. Die verzegeling is verbroken en er terug opgekomen. Ja. Van Eenoo vindt het een goede beslissing dat het Internationaal Olympisch Comité de uitspraak van het TAS afwacht. Dat het beroep behandelt van 67 Russische atleten tegen hun schorsing voor Rio. Het zou voorbarig zijn om nu Russische atleten te straffen, te zeggen van jullie mogen niet aantreden, om binnen 2 dagen te horen van het TAS, het tribunaal van de sport, dat de IAAF toestemming moet geven aan Russische atleten om te starten. IAAF, dat is dan de Atletiek Federatie, dat Internationale de, Atletiek. Ja, dat is inderdaad de Atletiek Federatie, die gezegd heeft Russische atleten die treden niet aan in Rio, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze clean zijn. Van Eenoo hoopt dat het IOC een sterk maar rechtvaardig signaal geeft. Wel, persoonlijk ben ik niet voor groepsstraffen. Dat is niet echt recht doen spreken. Het is niet omdat je tot een bepaalde bevolkingscategorie behoort dat je per definitie iets verkeerd gedaan hebt. Het Internationaal Olympisch Comité wacht dus het advies af van het TAS, het arbitragehof voor de sport. Het TAS houdt nu nog hoorzittingen met Russische atleten. Een van de ondervraagden is Jelena Izimbayeva, tweevoudig Olympisch kampioene polstokspringen. Zij was gisteren in Genève om haar zaak te bepleiten. De atleten willen via het TAS hun ticket voor Rio afdwingen nadat de Internationale Atletiek Federatie Russische atleten had uitgesloten van de Spelen. Dat gebeurde nog voor het WADA-rapport gepubliceerd werd. Morgen komt de TAS met een uitspraak. Izimbayeva is optimistisch. Нужно знать 21 число. Ну ты выступала, да? Да. Ты выступала? Выступала. Сколько тебе дали времени? А, не ограничивали. Говорила все, что хотела. Слушали? Очень внимательно, да. Так что... Ну ощущения, ждем. Какие ощущения? Ну ты прервала же тренировки. Я оптимистка. Верю в лучшее. Так что и всем советую. Верить в лучшее. Спасибо, Лен. Да, спасибо. En dan wielrennen. Na de rustdag van gisteren zijn de renners in de Ronde van Frankrijk vanmiddag begonnen aan de eerste van 4 Alpenritten. Ze rijden volledig over Zwitsers grondgebied. Ze zijn ruim een uur geleden vertrokken in Bern. Na 184,5 kilometer komen ze bovenaan in Finot-Émosson. Onderweg liggen eerst 2 beklimmingen van 3e categorie en dan volgt een lastige finale met de Forcla en daarna meteen de slotklim. Dat is er één buiten categorie. De tweevoudige toerwinnaar Chris Froome zit bij de start van het Alpenluik stevig in het geel. Hij straalt veel vertrouwen uit en is omringd door een sterke ploeg. Zijn voornaamste uitdagers zijn de Colombiaan Nairo Quintana. Die heeft in het klassement net geen 3 minuten achterstand op Froome. En vooral de verrassende Nederlander Bauke Mollema. Mollema is de nummer 2 in de stand op 1,47. Zegt, ik ben nog nooit zo sterk geweest in de derde week. Geloof je hem? Ja, dat gaan we zien. Hè. De derde week moet nog beginnen. Dus hij staat er natuurlijk goed voor. Een goede uitgangspositie. En, ja, ik sta er zelf denk ik ook goed voor. En voel me ook nog heel fit. Dus ja, we zullen het zien de komende dagen. Het plan is opnieuw om in de ontsnapping te geraken. Natuurlijk, dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat het weer een groot gevecht zal worden. En het is ook niet zo dat het in het begin eigenlijk al echt bergop is. Dus het is iets meer loterij verwacht ik vandaag. Dus
ja, in elk geval, dat is hetgeen wat ik ga proberen. Ik weet niet of dat vandaag de vlucht wel tot op het einde gaat. Als Quintana zijn grote woorden eindelijk eens, wil omzetten in harde daden, dan zal hij vandaag toch zijn ploeg eens moeten laten rijden. En dan heeft de vlucht volgens mij weinig kans. Maar we hebben er van toe al gezien dat hij misschien niet zo goed is als dat hij zelf wel wil doen geloven. Try to attack? Yeah, I mean, if the opportunity is there, then yeah, it's a good day to do that. But it's so hard and so hard that you know, it's just dependent on the legs. Ik hoop er gewoon mee bij te zitten vandaag. Ik denk zeker die laatste 30 kilometer gaat bijna alleen maar bergop vandaag. Dus dat is echt, ja, echt heel erg lastig. En ja, mooie slotklim wel, heel stijl. Dus ik verwacht wel veel aanvallen. De man die in deze ronde van Frankrijk 4 ritten won, de Britse spurter Mark Cavendish, is niet aan de start gekomen van de 17e etappe. Cavendish wil zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Rio. Cavendish gaat voor de tweede keer naar de Spelen en mikt op zijn eerste Olympische medaille. Hij neemt deel aan het Omnium. In de Tour krijgen de spurters nog maar 1 kans op een zege. Dat is in de etappe naar de Champs-Élysées. Tot dan zijn er alleen maar zware Alpenritten. Vandaag wordt het dus veel klimmen en dalen. Vraag is of renners opnieuw zullen zien doen wat Christopher Froome toonde in de afdaling van de Peresourde in de Pyreneeën. Froome ging in een heel bijzondere houding naar beneden en reed daarmee weg van zijn concurrenten. Het zag er aerodynamisch uit, maar volgens professor in de aerodynamica Bert Blokke heeft de houding hem geen voordeel opgeleverd. In rit 8 van de Tour, in de afdaling van de Périssourde, geeft Chris Froome met zijn kamikaze-afdaling de kopgroep het nakijken. Froome wint de rit en verovert de gele trui. Dankzij de onorthodoxe houding op de fiets wordt gezegd. Maar Bert Blokke, professor aerodynamica aan de universiteiten van Leuven en Eindhoven, betwist dat. Het levert geen voordeel op vergeleken met een andere aerodynamische houding. Er zijn houdingen die, in de afdaling die meer aerodynamisch zijn. Wat er wel voordeel heeft opgeleverd is het verrassingseffect waarschijnlijk op net voor de afdaling. En het feit dat Quintana wel niet zo'n aerodynamische houding heeft om te dalen. Dus als Froome de gewone aerodynamische houding had aangenomen, had hij nog meer tijd kunnen winnen. Ja, en dat is eigenlijk de houding die hij heeft aangenomen, maar dan wanneer het tegen het einde eigenlijk van die rit in het meer vlakke stuk. En die houding die levert, is met een heel klein verschil, 0,6% minder luchtweerstand dan de houding die hij nu heeft aangenomen. Waarbij hij dus eigenlijk op de bovenbuis ging zitten. Wat wel kan, is dat het bijtrappen in de kamikaze-houding Froome toch voordeel oplevert. Als het niet klopt wat Froome zegt, dat het de ingeving was van het moment, dan kan het wel zijn dat Sky dat heel uitgebreid heeft geoptimaliseerd en dan toch tot deze houding is gekomen. Maar dan voor het criterium vermogensgeneratie vooral. Toch benieuwd hoe ze het straks gaan doen, Martin. Ja, ik zal het niet proberen. De kust maakt zich op voor een verlengd topweekend. Er worden tot 500.000 bezoekers verwacht. En die zullen meer dan vroeger wellicht op het strand papieren bloemen zien. Dat is een typisch Belgische traditie die nieuw leven ingeblazen wordt door de kusterfgoedcel. Onze ploeg ging bloemen kopen op het strand van de Haan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloemen heeft dit meisje al. Vanmorgen netjes uitgestald in haar strandwinkeltje. En wat is de duurste? Die. Op het strand vandaag verschillende winkeltjes met handgemaakte papieren bloemen. Een typisch Belgische traditie die al bijna 100 jaar bestaat. Ja, de oudste herinneringen die we teruggevonden hebben zijn uit 1922. En dat zijn eigenlijk dagboekfragmenten van meiden die vertellen hoe dat ze met de kinderen van hun bazen eigenlijk naar het strand gingen. En daar die dag bezig waren met bloemenkraampjes maken, bloemen maken en die dan verkopen voor schelpjes. En is het dan de bedoeling om zoveel mogelijk bloemen te hebben aan het einde van de zomer of zoveel mogelijk schelpjes? Eigenlijk alle twee, want de bloemen zijn mooi als versiering en de schelpjes zijn leuk om dan volgend jaar weer te gaan kopen en verkopen. De meeste bloemen worden bij slecht weer gemaakt door moeders en oma's. En soms grijpen ze ook in bij de verkoop. Vorige week, mijn zoon had een bloem gekocht voor 7 handjes en hij ging ze verkopen voor 5 handjes. Dus dan heb ik wel ingegrepen, omdat ik... Allee ja, ze moeten wel weten, zo leren ze dat ook wel, hè. De kusterfgoedcel organiseert de hele zomer workshops en wedstrijden strandbloemen maken. Allemaal om de traditie levend te houden. We zien aan al die grootouders en ouders dat ze het nog steeds doorgeven aan hun kleinkinderen. Dus het is echt wel belangrijk dat wij meehelpen zorgen dat het niet verdwijnt.
Oh, pure nostalgie. We begonnen het journaal ook aan het water. Een vrouw is vanochtend in moeilijkheden geraakt terwijl ze aan het zwemmen was in de Ekerse putten. Mensen komen in deze warme temperaturen in de verleiding om in water te duiken dat niet erkend is als zwemzone. Dat is behalve verboden ook gevaarlijk. Ik wens u een mooie dag en ik zie u graag vanavond terug in de koelte voor uw scherm. In het recente verleden hebben we daar een aantal fatale ongevallen gehad. Dat heeft ook te maken met de specifieke situatie van die putten. Dus die zijn heel grote diepteverschillen. Wat ook maakt dat de temperatuurverschillen van het water zeer groot zijn. En dat geeft aan het lichaam een schok die je soms in problemen brengt. Dus vandaar dat we daar echt op hameren dat het zeer gevaarlijk is om daar te zwemmen.